Amerika, vous êtes le bienvenu. Wachtwoord, s'il vous plaît. Ja, ik zou het bij God niet weten. Wachtwoord. Dat staat op de invitatie. Met een wolkje melk. Je steeds meer weg van de gevangenis. Fout, in de gevangenis kun je er niet uit, hier kun je er niet in. Wees blij. In te domine speravi. Pardon? In te domine speravi. U moest het weten. Ja, het is een mooie leeftijd, 16 jaar. Oh, dat is gisteren nog omlaag gekomen. Hoe kan dat nou? Dat was Het had geen haartje geschild of Sir Josephine was er geweest. Toch hadden haar ziel gehad zullen hebben. Mogen dit de bijdrage zijn voor het herstel? Ja, binden dan voor het jaar de economische teruggang herstel in. Oh, God zal het u lonen. Net genoeg voor niemand ook. Ja, en dit is het geld van dit jaar voor ons dochtertje, meer dan vorig jaar, in verband met de economische teruggang. Sir Peter. Jezus, Evert. Evert, luister nou toch. Als deze hysterische ontvoerders opspoort, wie weet wat ze ons dochtertje nou allemaal aandoen. Om de politie erbij te houden en rustig afwachten tot ze bellen voor het losgeld. Je hebt gelijk, Gerda. Als ze maar niet te veel eisen. Waar moet ik met al die overdreven cadeaus heen? Geen idee. Zeg, hovenier, komt er nog wat van? Niet staan te slabakken. Jezus Christus. Die ongekuiste taal wil ik in mijn klooster niet horen. Hovenier, nog één keer en je sodemiet het maar op. Hartelijk gefeliciteerd met mijn 16e verjaardag. Oud genoeg om een paar dagjes naar de stad te gaan om uit te vinden wat liefde is, honneponnetje. De schande. Ze is ontvoerd en daarmee is de kous af. Is dat duidelijk? Ah, nom de ju. Ik zeg, is dat duidelijk? Ja, moeder overste. Losgeld. Sir Francisca! Zo, wijfie, kom er maar in, hoor. Wat had je gedacht? Shit. Uw geile begeert in te ruilen voor een daad van naaste liefde, jongheer. Zullen we het nou krijgen? Hé, hey, die ader! Die ader! Die kerk van jullie, ik heb op mij betreft dat pot op je ader. Eruit! Hé, hey, schijnheiligens! Eruit! En jij helemaal, eruit! Goedenavond, kom even binnen. Er zijn twee collega's van u binnen. Huh? Twee collega's. Sir Petronella. Ja. Ongelukkig weer. Zo, die zit. Desmond, hey. Oh, 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 oh,
chirurgie. Alleen omdat ik dat meisje achterop had. Tijdens diensttijd. Hé, hey, want mijn hele gezin is aan de verdommenis tot het ontslag. Inspecteur, dankzij deze idioot is onze splinternieuwe wagen rijp voor de sloot. Mijn advocaat is op de hoogte van deze zaak en zit in Londen. Meneer Apollo Romanski, mag ik een handtekening van u? Ik begin. Zit ik me hier een beetje uit te sloven? Iemand, ja. Die pupil is terecht en zo te zien zonder kleerscheuren. Oh, God zij gedankt. En het losgeld? Ja. Dat heeft zij in de haast in het hotel laten liggen. Hotel? Jij gaat naar Hotel Metropool, kamer 1131, om de poen op te halen, ja? Minus 1000 gulden. Maar eerst breng je moeder overste terug naar het klooster. Gesnopen? Dus eerst schiet hem maar op. Nogmaals onze excuses voor... Taxi! Taxi! Oh, je bent toch wel een taxi? Ik moet naar Hotel Metropool. Kunt u even wachten, chauffeur? Dame, ik ben zo terug. Uit de meter. Hé. Ach, kan mij toch echt voorrekken. Uit de weg, man. Dat kunnen we wel vergeten. Amen. Goed werk hier.